De Dacia Spring is springlevend, kun je wel zeggen. In totaal zijn er sinds zijn lancering in 2021 maar liefst 140.000 exemplaren verkocht. En nu heeft Dacia de Spring grondig vernieuwd. Vandaag zijn we hier in Parijs om kennis te maken met deze vernieuwde Dacia Spring die hier naast me staat. En ik ga jullie meenemen rondom alle ins en outs van deze vernieuwde Dacia Spring voor modeljaar 2024. Ik ben Max Veldhuis, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van autorij.nl en laten we snel beginnen. Een van de eerste dingen die natuurlijk meteen opvalt als je naar deze vernieuwde Dacia Spring kijkt, is zijn front. En ja, wie de nieuwe Dacia Duster heeft gezien, zal hier veel in herkennen. We hebben natuurlijk vernieuwde koplampen met dat ei-vormige patroon dat kenmerkend is voor de moderne Dacia's. Dit zijn alleen de dagrijverlichting. Hieronder zit nog een aparte lichtmodule voor de halogeen dimlichten. Dat is dus nog steeds gebleven. Dat was ook zo op de vorige Dacia Spring. Maar vooral deze grill, ik zeg het maar even tussen aanhalingstekens, want de Dacia Spring heeft natuurlijk niet echt een grill nodig. Ziet er een stuk strakker uit dan voorheen. Voorheen zat hier een beetje een soort uitstulpsel rondom die laadklep. En dat is nu een veel strakkere horizontale lijn geworden die de twee koplampen optisch met elkaar verbindt. Natuurlijk het vernieuwde Dacia logo dat al op de vorige Dacia Spring zat. Dat zien we ook nu hier weer. En op deze Dacia Spring Extreme, de topuitvoering, zien we bovendien ook nog een stickerset die het patroon van een stad moet weerspiegelen. En dat draagt natuurlijk weer bij aan het urban karakter van deze nieuwe Dacia Spring, die toch vooral in de markt wordt gezet als een handige auto voor in de stad. Ja, als we dan even kijken naar de zijkant van de vernieuwde Dacia Spring, dan zien we eigenlijk dat er vrij weinig is veranderd ten opzichte van het uitgaande model. Maar wie goed kijkt zal toch een belangrijke verandering opmerken en dat is het gebrek aan de dakrails die eerder op de Dacia Spring te vinden waren. Dat maakt de auto natuurlijk een stuk aerodynamischer en de gedachtegang achter het weglaten van de dakrails is natuurlijk ook wel logisch, want de Spring is toch een auto die voornamelijk wordt gebruikt voor de kortere afstanden. En bij de kortere afstanden ga je natuurlijk niet echt heel snel een skibox op het dak doen of een paar fietsen meenemen. Dus eigenlijk, de Dacia Spring krijgt er een wat gladder uiterlijk door, een wat strakker uiterlijk ook wel. Dus die verandering is ook mooi meegenomen, zeker ook voor de efficiëntie van de auto. Het enige wat echt hetzelfde is gebleven, dat is ook het dak en de deuren. En verder is alles wel vernieuwd aan deze auto, zowel aan de voorkant als de achterkant. En nu we het toch hebben over de achterkant, kom maar even mee naar achter. Want daar zien we dus ook vernieuwde verlichting. Weer in datzelfde ei-vormige patroon als de koplampen, als de dagrijverlichting moet ik zeggen. En nu ook met een horizontale band die dus de achterlichten met elkaar verbindt en daar het uitgeschreven Dacia merknaam in het nieuwe lettertype. Ja, geeft de auto ook alweer een strakker uiterlijk. Ja, we staan hier nu toch achter de nieuwe Dacia Spring, dus laten we maar meteen even kijken naar de bagageruimte. Die is 308 liter groot. We zien hier al de laadkabel achterin liggen. En dat is dus een van de beste bagageruimtes in zijn klasse. Zeker ook als je bedenkt dat de Dacia Spring een A-segmenter is. Ja, hij heeft toch wel meer de laadruimte van een B-segmenter. Klap je de achterbank plat, dan heb je maar liefst 1004 liter bagageruimte tot je beschikking. Dus dat is toch wel heel wat. Maar waar Dacia pas echt grote veranderingen heeft doorgevoerd, dat is in het interieur van deze vernieuwde Dacia Spring. Hier binnenin de nieuwe Dacia Spring is er echt wel heel veel veranderd. De vorige Dacia Spring die zag er van binnen toch al wel wat verouderd uit. En dat komt door een aantal dingen. Hier op voor de klimaatcontrole zaten bijvoorbeeld ouderwetse draaiknoppen. En daar zit nu een mooi bedieningspaneel. Die doet denken aan het bedieningspaneel die je ook vindt bij de climate control van veel moderne auto's. Dit is wel een handbediende unit, maar wel met airconditioning op deze Extreme. Daaronder twee USB-C poorten, ook mooi natuurlijk voor het opladen van je smartphone. En de grootste verandering in deze nieuwe Dacia Spring, die speelt zich af hier voor mijn neus. Want waar daar eerst nog twee analoge tellers zaten, zit daar nu een 7-inch digitaal instrumentarium dat er echt een stuk strakker en een stuk moderner uitziet dan wat het was. En dat geeft de Dacia Spring meteen ook een meer upmarket uitstraling eigenlijk. Dat geldt ook voor dit 10-inch centrale scherm wat hier in het midden zit.
En dat is tot maar liefst 3 keer sneller, krachtiger qua processorkracht dan het scherm in de vorige Dacia Spring. Ook zaken als het draadloze Apple CarPlay, Android Auto zijn nu mogelijk. Maar het biedt ook geïntegreerde navigatie. En als je de Dacia Spring nieuw koopt, dan krijg je tot 8 jaar Smart Navigation erbij. En dat nieuwe scherm, ja, ook als ik het nu even bedien, het werkt gewoon heel snel, vlot in de menus. Eigenlijk doet het heel erg ook denken aan het scherm dat ook weer in de nieuwe Duster zit. Dus in die zin krijgen de Dacia's van binnen ook een stukje familiegezicht mee. Wat biedt de Spring verder nog voor slimmigheden in het interieur? Nou, op zich best wel wat. Als we hier kijken, dan zien we bijvoorbeeld de U-clip, zoals Dacia het noemt. Dat was ook weer iets wat we eerder al zagen op de nieuwe Duster. En aan die U-clip kun je allerlei slimme accessoires bevestigen, zoals bijvoorbeeld een lampje, een bekerhouder, een telefoonhouder. Die lijst is vrij eindeloos. En het is dus ook gewoon heel handig en het biedt een stukje extra veelzijdigheid in je auto. Hier is dit vlak is nu open, maar daar kun je ook een dashboardkastje voor bestellen. En ook hier treffen we dus weer een U-clip aan. Dashboardkastje zit er natuurlijk sowieso onder. En binnenin de Spring heb je dus ook dik 30 liter aan opbergruimte. Hier in de deur natuurlijk grote vakken, dashboardkastje, hier weer een vakje, daar weer een vakje. Ook al is de Spring met zijn lengte van 3,70 meter vrij compact, je hebt binnenin wel echt heel veel bergruimte. Maar ook zeker voor het formaat auto zit ik gewoon goed. En ik kan ook het stuur nu in hoogte verstellen. En dat was eerder ook niet mogelijk. Sowieso dat stuur zelf. Er zitten gewoon knoppen op het stuur. Alle bediening is gewoon netjes geïntegreerd. En nou, we hebben nu ook bijvoorbeeld koerscontrol in de Spring. En dat zat er eerder ook nog niet op. En die koerscontrol die is zelfs standaard op de Essential, de instapuitvoering van deze Spring. De prijslijst bestaat straks uit 3 uitvoeringen. Dus de Essential die ik al noemde, de Expression en de Extreme. Nou, de precieze uitrustingslijst van die 3 uitvoeringen die staat op autorij.nl, gelijktijdig met de publicatie van deze video. De prijzen van de nieuwe Spring zijn nog niet bekend, maar die zullen spoedig volgen, want de marktintroductie staat al gepland voor de lente van dit jaar. Maar dat is nog niet alles wat deze vernieuwde Dacia Spring te bieden heeft. Want de Dacia Spring is nu ook uitgerust met Vehicle to Load. En wat dat dus inhoudt is dat je met deze adapter, die standaard wordt bijgeleverd op de Dacia Spring Extreme, bepaalde elektrische apparaten kunt voorzien van stroom. Denk bijvoorbeeld aan een barbecue of ik noem maar iets geks, een springkussen. Ja, it's all in the name. Je kunt het allemaal gewoon voorzien van stroom uit de accu van de auto. En dat heeft ook minimale impact eigenlijk op de acculading. Maar het is toch een leuke toevoeging aan deze Dacia Spring. Voor de kijkers die zich afvragen of de Spring ook het huis weer kan voorzien van elektriciteit. Nee, dat is helaas niet mogelijk. Het bidirectioneel laden op de Spring beperkt zich echt alleen tot deze vehicle to load technologie met deze adapter. Je ziet het ook, er zit een traditionele stekkeraansluiting eigenlijk in. Maar dus niet tot het opladen van je huis. Dat is vehicle to grid en dat is weer echt net een stap verder. Over het opladen gesproken van deze Spring. Opladen kan met maximaal 7 kilowatt aan een wallbox. Ja, denk dan aan een oplaadtijd van ongeveer 4 uur. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om hem gewoon aan je stekker te hangen thuis. En dan doe je er ongeveer 11 uur over om de Spring op te laden. Optioneel kun je de Spring ook krijgen met een snellader. Dan kun je met 30 kW laden. En dat houdt in dat je in ongeveer 3 kwartier je accu van 20 naar 80% kunt opladen. Ja, nee, de Spring is niet echt een auto gemaakt voor de lange afstanden. Zo blijkt wel. Maar goed, het is toch fijn om te weten dat het kan mocht je een keer een langer stuk willen rijden. Over range gesproken. Ik zal deze poort weer even dicht doen. Dat is wat visueel wat aantrekkelijker. Over range gesproken. Je kunt met de Spring ongeveer 220 kilometer elektrisch rijden. Range hangt natuurlijk heel erg af van een aantal factoren in de praktijk. Ja, als je er zeg maar 50 kilometer afhaalt, dan zit je meestal wel veilig. Dus dan weet je een beetje hoe ver je ongeveer kunt komen met de Spring, mocht je er eentje overwegen voor je dagelijkse woonwerkverkeer bijvoorbeeld. De nieuwe Spring is er wederom met 2 motoren. Aan de ene kant heb je de 45 pk versie en de 65 pk versie. De Essential is er alleen te krijgen als 45 pk sterke variant. De Expression heb je de keuze tussen de 45 of de 65 pk. Dat is nieuw, want de 65 pk was voorheen alleen leverbaar op de Extreme variant. En de Extreme variant van de Spring die is nog steeds alleen met die 65 pk sterke krachtbron leverbaar. Dus ja, je hebt iets meer keuze als het gaat om motorisering bij deze nieuwe Dacia Spring. Dus dit waren alle ins en outs van deze vernieuwde Dacia Spring.
De prijzen, zoals gezegd, worden dus later bekend. Ze zullen spoedig volgen. En voor meer informatie verwijs ik je graag door naar autorij.nl. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet vooral niet te abonneren. En als je deze video leuk vond, laat vooral een duimpje achter. En tot de volgende keer.